maakt mij gelukkig. En die vrije energie, zeg maar, is gewoon allemaal aanwezig. Ja, vrije energie, ja, zoals ik het zie. De wetenschap zegt, de lichtgrens is dus zeg maar een barrière. Daarboven is niks. Nou, daarboven is juist alles. En het terughalen van boven de lichtgrens in onze dimensie, dan begint het. En ik weet dat het zo is, want ik ben onder andere bij professor Pop geweest. Ik zorg altijd dat ik vooraan zit bij de onderzoekers. Dus ik ben proefpersoon geweest met nog een aantal mensen uit mijn groep. Ik heb dus gewoon gezien dat mijn systeem daarmee werkt. Ik heb dus gezien, als ik gestrest ben, we hebben speciale oefeningen met computers, hè, met rekensommetjes. Dus eerst werd je gemeten met zo'n fotoding, hè, waar Pop mee werkt. Dan gaat hij je hand meten en nou, dan zie je gewoon, schieten zo af en toe van biofotonen uit je hand. En als je dat op passie focust en daarop afstemt, dan vertrouw ik erop dat ik steeds daar terecht kom waar ik het meest thuis voel. Ja, natuurlijk. En meest mezelf kan zijn. Ja. En dat leuke is, die passie of inspiratie, dat ligt nooit, weet je wel. Je kan niet faken, nee. Je kan niet net doen alsof. Als je gepassioneerd bent, dan gaat het ook, weet je wel. Ja. En dan lukken dingen ook. Ja. Dan trek je de juiste mensen aan. Law of attraction, hè? Dan krijg je het op je pad. Ja. Ja, die law of attraction is heel populair aan het worden, hè? Ja, maar het bestaat, hè? Dus niet iedereen die wil de loterij winnen. Daar wordt het vaak mee geassocieerd, natuurlijk. Ja. Maar het is waar, David Icke die zegt het ook, hè? Wat je uitstraalt, het is elektromagnetisme. Dus je, aan de ene kant straal je iets uit, hè? Dus de elektriciteit, zeg maar. Aan de andere kant trek je daarop aan, dat is de magneet, elektromagnetisme. Datgene wat je uitstraalt, krijg je terug. Mensen, plaatsen, gebeurtenissen, alles. Ja, ja. Dat is mensen die altijd een parkeerplaats voor de deur vinden. Exact, ja. Doe nog niks aan hoor, die trekken dat gewoon vanzelf aan. Ja, bezig met filosofie van wat zijn de grote denkers, wat is überhaupt denken? Ja, is dat onze manier om bewust te zijn? Hè? Ja. Is een uitspraak van Descartes, cogito ergo sum, is dat geldig? Waarom zegt de Oosterling, ik denk, daarom ben ik. Als ik niet denk, ben ik. Hè? Ja. Dat is wat je het Oosten, precies, beetje zwart-wit gezegd ziet. Precies, ja. Nou, dat gaf ik aan 3 instituten. Ik was decaan van de Bibliotheek en Documentatieacademie. Ik was stafdocent van de Sociale Academie part-time opleiding. Dus wat oudere studenten. Waar was dat? Dat was in Eindhoven. Eindhoven. Ja, dat was heel prettig, want de oudere studenten, die kwamen uit de opleiding psychiatrie, opleiding bejaarden, opleiding ziekenverzorging, opleiding personeelsfuncties. Dat zijn wat mensen toch die wat meer, ja, rustiger, wat meer nadenken. En daar gaf ik vooral mijn hoofdles aan. Ja. En daarnaast een jaar aan de journalistiekacademie. Oh, dus ik werd toen, waar in Amsterdam? In Tilburg. Tilburg. Ja, ik werd toen gevraagd om een beetje de ethiek van het schrijven, de ethiek van de media te bespreken. Ook omdat ik zelf bij de media een beetje zat, radio, af en toe eens een beetje televisiewerk. Ja, gewoon het randje nog een keer doen. Ja, ja, ja. Dan kom je weer terug en dan kun je weer opnieuw. Ga je opnieuw de kans. Ja. Totdat je het hebt geleerd. En in die zin bestaat dus tijd niet. Nee. Maar er is tijd altijd. En jij ook, hè? Dus we hebben al geleerd dat in het universum alles eeuwig is. Is altijd in beweging. En eigenlijk denken wij dat de mens de enige uitzondering op deze wet is. Namelijk de mens die heeft een begin en een einde. Ja, ja, je wordt geboren en gaat dood. Daarvoor was er niks en daarna is er niks. Nee, precies. Precies. Ik denk dat dat niet zo is. Dat, jij was altijd en je zult altijd zijn. En alleen dan heet je niet Willem de Ritter, maar dan heet je Pietje Bel. Of, zeker. Ik ben eens een paar keer, één keer in Amerika en één keer hier in de buurt. Maar een paar keer ben ik met helderziende in aanraking gekomen. Dat was meer per ongeluk dan dat ik daar expres naartoe ging. En die zeiden bijna allemaal, je bent miljoenen jaren oud. Mm-hmm. Dat was voor mij eventjes, hè? Weet je? Waarom ben je teruggekomen? Je bent een miljoen jaar geleden. Dat soort dingen. Ja, weet je? Ja. En toen begon ik erover, toen begon ik te realiseren, ja, het is allemaal heel relatief. Ja. Net als in Afrika zeggen ze van, in Europa hebben ze klokken, wij hebben de tijd. Ja. Ja, zo is het ongeveer. Ja, zo is het ongeveer. Hè? Ja. Nou, mijn ik kan me nog herinneren dat ik vroeger kreeg een gouden horloge. En ik vond het fantastisch. En de hele dag was ik op dat stomme ding aan het kijken. Zeg, hey, ik werd er helemaal gek van. Weet je, 5 over, 10 over, 1,5. Oh, aan het begin heb ik het ding weggegeven. Ja. Heb ik nog een maand lang. Oh nee, ik heb het niet meer. Oh. Dan zie je maar dat wat een terreur die tijd uitoefent eigenlijk. Ja. Ja, nou, het is niet zo meer zo dat wij de tijd hebben, maar dat de tijd ons leeft. En dat precies. Dat is denk ik niet de essentie van het leven. Terwijl we ontzettend veel dingen hebben uitgevonden die tijd besparen. Weet je nog? Ja, dat klopt. We hebben zoveel hulpmiddelen, hè, met wasmachines en vaatwassers. We moeten ontzettend veel tijd over hebben, maar dat hebben we niet. We hebben minder tijd. De computer, weet je nog, in het begin van de computer, toen zeiden ze van, oh, nu krijgen we
hebben geen papier meer nodig. Ja. En we krijgen ontzettend veel tijd. Heel veel vrije tijd krijgen we nu. Ja. Snap je? Ja. En ze gingen zelfs al organisaties opzetten om ons te leren wat we met onze vrije tijd moesten doen. Ja. Nou, het resultaat van de computer is, niet druk, maar druk, druk, druk. Ja. Ja. 3 keer. Ja, dat, ja. Dat heb ik net in mijn lezing ook aangegeven. En meer papier dan ooit. Ja. Ja. Wij moeten rennen, 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 draven en vliegen. En wat zeggen we? Ja, de tijd vliegt, de tijd ontglipt ons. Ja. Je bent zo oud voordat je het weet. Ja. En ik denk, ja, dan doe je iets fout. Want dan laat je leven er allemaal dingen die je niet wilt doen. Nee, precies. En als je doet wat je echt wilt doen, waar je van bent gekomen, in alle rust, dan heb je alle tijd. Alle tijd. En dan ben je niet zomaar oud, hoor. Dan duurt een dag heel lang en een jaar helemaal heel lang. Ja. En dan zijn de kinderen niet zomaar de deur uit. En de deur uit voordat je het weet, nee. Ja. Dat kan je heel nadrukkelijk leven en beleven. Ja, ja. Nee, dus we hebben alle tijd. Ja. En als we nou zouden leren dat we altijd zijn, dan zou zo'n andere levensvisie geven en zo'n andere invulling geven. Ik denk als mensen dat zouden beseffen, dat het leven er heel anders uit gaat zien. Ja. Dan hoeven we niet meer rennen, vliegen en draven. Maar daar hebben we tijd voor, een babbeltje zoals we hier zitten. Gewoon even de tijd nemen. Ja, natuurlijk. En dan denk je, ja, maar ben zo'n interview weer een half uur kwijt. Nee, je neemt de tijd. En in plaats dat je een half uur kwijt bent, heb je een half uur gewonnen. Zeg, hoe kan dat nou? En ik kan me ook voorstellen dat soms een hele grote cyclus gewoon stopt. Niet alleen een week of een maand of een jaar, maar een cyclus van heel veel jaren. Van heel veel jaren, ja. En dit gaat er bijvoorbeeld over een cyclus van 26.000 jaar. Ja. En dan kan je kijken hoe de afgelopen cyclus was. En dan kan je iets afleiden wat er komen gaat. Maar het gaat naar iets wat denk ik ongekend is deze keer. Ja. Nou ja, ik heb dus vorig jaar heb ik dus die man geïnterviewd, die Belgische man, die ook archeoloog is. Patrick Gerien. Patrick, ja. Die zei, die gaat er dus vanuit dat de boel in één klap weg is. Ja. Dus Zuid-Afrika is misschien... Hij heeft echt over het grote kataclysme, ja. Ja. Nou, dat weet je, wij hebben het er al een keer over gehad. Maar ik lig daar over hem, met hem al 13, 14 jaar in de clinch. Want mijn stelling is, dit is al het grote kataclysme. Kijk eens om je heen. Ja. Iedere dag sterven meer dan 17.000 kinderen de hongerdood. De 5 rijkste op aarde hebben 95%. Sorry, de 5% van de aarde heeft 95% van al het geld. Ja. En zo kan je nog tijd. We geven meer uit aan elke 6 seconden sterft iemand aan kanker. Ja. We geven meer aan wapens uit dan aan schoolschrift. Kijk, ja. Dit is al, vind ik, een aardige ramp. Ja. Het water wordt vervuild. Ga maar door, Helder. Ja. Je kan de hele ellende dat noemen. Dat veld van plastic wat drijft. Dat veld van plastic, nou, dan om het compleet te maken. Ja, die had ik nog niet. Nee, maar het kan zijn, hoor, dat er zo'n ramp gebeurt. Ik weet, kijk, wat ik weet is dat mensen pas leren vaak als uit een patroon gehaald worden. En dat kan je bijna gelijkstellen aan crisis. Want je weet, we wisten al lang dat het fout zat met dat geld en met die banken. Maar dat moet dan eerst toch echt in het honderd lopen. Willen mensen ervan leren. Zo zit onze soort kennelijk in elkaar. Ja. En je moet het eerst kunnen verliezen om het terug te vinden. Hè? Ja. 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 Dus het kan zijn dat zoiets mondiaal ook moet gebeuren. Ging dan met meditatie. En dan ging je helemaal terug tot je nulpunt. En dan ineens zag je die... Hoop. En dan bestaat tijd ook niet meer. Dan zit je, zoals Den Winter dat noemt, dan zit je in je bliss. Ja. Als je een kindje maakt, dan zit je in je bliss. Ja. Dus ik zeg ook, als ik een kindje kan maken, ik heb er 2 gemaakt, kan ik ook een vrije energiemotor maken. Dus aan de andere kant is het zo dat jongeren, en dat vind ik ook heel bijzonder, niet meer gaan vechten er tegen, maar gewoon een andere aanpak. Ja, ik ben daar... Ik, die, en kijk, ja, en dat werkt, daar kunnen ze niet tegenop. Ik ben blij dat je dat inbrengt, want je kunt 2 dingen doen. Je kunt daar een strijd continu tegen doen. Oh nee, dat werkt averechts. Nee. Dat is het liefst wat ze willen. Je kunt het registreren, bewust maken. En je kunt met elkaar, want wij vertegenwoordigen met elkaar, ik zeg het ook eens een keer heel duidelijk, miljoenen mensen. Ja, absoluut. Wij werken met heel veel mensen over de grens heen. Ja. Dat zijn miljoenen mensen. Ja. Als dat bewustzijn gekoppeld kan worden, zonder vijandbeelden, zonder agressie. Ik zeg altijd, wil je bij ons aansluiten? Niet als een partij, we zijn geen partij. Nee. Maar non-violence. Ja. Zonder agressie. Ja. Als dat in beweging komt en als water langs de rotsen gaat... Ik hoop op die manier mijn bijdrage te leveren. En, net als jij en net als heel veel anderen dat inmiddels ook doen. Steeds meer mensen worden wakker, steeds meer mensen staan. Leuk is dat, hè? Dus er zijn gewoon hele goede ontwikkelingen. Dat merk je op dit moment ook, hè? Dat er steeds meer mensen inderdaad tot inzicht beginnen te komen. Ja, hè? Dus ik denk, die mooie wereld die we allemaal willen, die komt er. Ja, het gaat hard, hoor. Het gaat hard. Maar we zijn op weg. Ja. Dus naast al het slechte is er ook heel veel goeds. Alleen dat hoor je niet, dat lees je niet. De 3 ADO-supporters maken amok. Dat staat volop in de krant. En 1 miljoen mensen komen bij elkaar in Mexico om te bidden voor wereldvrede. En dat staat nergens in. Nee, dat gebeurt wel. Nee. Dus die mooie wereld komt.